Hallo, ik ben Lisette Wekers uit Eindhoven. Mijn passie is eigenlijk het schrijven van korte humoristische verhalen. Sinds kort heb ik de eerste wankelige schreden op het poëziepad gezet. Ik vind het echt spannend, zoals de meeste denk ik. Maar 2 jaar geleden won ik een schrijfwedstrijd met betrekking tot Koningsdag. En toen mocht ik Willem-Alexander mijn verhaal over Maxima voorlezen. En dat ging behoorlijk goed. Dus ik ga ervan uit dat dit ook gaat lukken. Daar komt hij. De titel van het gedicht is Het verdriet van uit elkaar. Binnen is het guur. De wind huilt koude waterlanders. De takken voorovergebogen. Het voelt kil, zo anders. Maar ik zie de lichtjes in haar ogen. De geur van dennengroen en van melancholie. Van dromen die vervlogen. Maar ik zie de lichtjes in haar ogen. Muziek klinkt van binnen naar buiten. Melodieus. En ze zingt mee, bevlogen. Onbewust neurien zij ook en ze fluiten. En ik zie de lichtjes in haar ogen. Kaarslicht, cadeautjes onder de boom. Samen kijken naar haar die hun tranen kan drogen. Zij schatert zonder schroom en ik zie de lichtjes in haar ogen. Haar jurkje is rood, haar stem zo blij. In de boom de engeltjes ingevlogen. Niet gekeerd tij en ik zie de lichtjes in haar ogen. Terwijl die van hen langzaam doven. Deze komt uit mijn laatste bundel, Lisette's Letterconfetti. En die heet Aanschuiven. Ik kreeg een totale metamorfose. Werd bijna gekielhaald. Van donkerrood werd ik zachtbruin gezandstraald. Vele handen raakten mij. Met mes en vork en lepel erbij. En ik kreeg ongenadig op mijn kop. Met een harde vuistslag erop. Veel moeilijke en vrolijke gesprekken werden aan mij gevoerd. Ik moest altijd alles aanhoren, was bijna gevloerd. De dochters kregen hun eigen plek op hun nieuwe stek. En nu begint het weer van voren af aan. Omdat er nu 2 kinderstoeltjes staan tegen mijn oude rug. Hun kindertijd komt aan mijn blad weer terug. Dat was hem.